Kijk, de procedure zoals dat gegaan is, begrijp ik die boosheid wel een klein beetje. Het is zo, er is aan clubs nu gevraagd om mee te denken op promotiedegradatie. Ik vind dat een job van de KNVB en niet van clubs onderling. Maar moet ik dan beslissen over deze vier clubs, over hun voortbestaan, hun toekomst? Ik vind dat ongepast. Dus we hebben laten weten dat wij gewoon niet mee willen doen met de stemming. Nou, dan uiteindelijk komt de uitslag daar en dan is er 16 voor promotiedegradatie, 9 tegen en 9 werd tegen ons gezegd neutraal. Nou, als ze ons eronder gerekend hebben, is het niet correct. Maar neutraal betekent niet niks uitmaakt of wat het wordt. Nou, wij hebben gewoon niet meegestemd. Dus het is, daar komt al die boosheid vandaan. Ja, jammer is dat wel, hè? Want het verscheurt het Nederlandse voetbal. Terwijl je elkaar nu hand in hand vast zou moeten houden, toch? Nou, ik was ook voorstander van leiderschap tonen. Dan gewoon te zeggen, luister, dit is de beslissing. De KNVB mag die beslissing nemen. Ze moedige beslissing. Altijd fout. Want er zijn altijd clubs die worden benadeeld of bevoordeeld met dat hele verhaal. En dat leiderschap hebben ze niet getoond, vind je nu? Nou ja, ze leggen twee opties neer. Zeggen tegen de clubs, zeg het maar. Dan komt er stemming uit die dus niet... zo is als zij hadden gedacht en nemen ze een andere beslissing. Ja, maar zo doe je het nooit goed. Nou, ik bedoel, nou peilen ze de stemming en kijken ze waar het draagvlak voor is. Ja. Het is ook goed dat ze vragen aan clubs van wat vinden jullie? Ja, maar dan moet je van tevoren ook de procedure duidelijk neerzetten. Dan moet je gewoon zeggen, luister, als er meerderheid voor het een is, gaan we het een doen en anders voor het ander. Nu hebben ze een beslissing genomen die dus niet concurrent is met de stemming. Jullie hebben als eerste voetbalbestuurders gezegd, wij gaan salaris inleveren. Er komt geen cent binnen nu. Het kost alleen maar geld, hè? Ja. Zo'n hele organisatie. 20% van ons salaris leveren we in. Was dat een moeilijke beslissing? Nee, voor ons niet. Het is zo dat, als je kijkt naar PSV, als wij tot het eind van het seizoen, of zo, tot december, niet met publiek zouden mogen spelen, dan kost dat 12 of 14 miljoen euro. Nou, dat los je zomaar niet op. Dus wat doe je? Je gaat met supportersgroepen in gesprek, die zich prachtig opstellen, moet ik eerlijk zeggen. We hebben een platform ervoor, klankbordgroep, die meedenkt, ook over de afhandeling van dit seizoen. We hebben nog 5 thuiswedstrijden niet gehad. We vragen sponsoren wat, we vragen de overheid wat. Ja, dan kan je dus dan ook in eigen organisatie moeien aan de bak. En je voelt steun bij supporters, overheid en bedrijfsleven? Absoluut. Dat moet ik eerlijk zeggen, als je kijkt in Brabant hoe dat gebeurt, is dat, vind ik, echt heel bijzonder hoe ze dat oppikken. Maar we hebben ook gezegd, ja, als het dit soort getallen zijn, dan gaan we ook in de eigen organisatie met de ondernemingsraad zitten. De VVCS, de vakbond van spelers, is bezig, maar dat gaat weken duren. Ja, en waar ik niks over hoef te overleggen, is de salaris van de directie. Ja. Dus we zijn met z'n vijf in de directie. Dus we hebben gezegd, luister, wij gaan gelijk uitstralen dat wij dat inleveren. Wij zijn tot nu toe de enige Nederland die dat roepen. Daar is ook iedereen even blij mee, want moet je dan samen optrekken? Nou, wij nemen ons eigen verantwoordelijkheid. Er zijn al collega-bestuurders die zeggen, Toon, waarom doe je dat nou? Waarom ga je zo voorop lopen? Ja, dat klopt. Ja. Maar we hebben de afgelopen weken gezien dat deze bedrijfstak totaal niet bij elkaar blijft. Dus de een die roept het een, de ander roept het ander. Dat weten we overigens al 18 jaar. Maar in dit soort issues hebben wij de ontkenningsfase uitgegooid. Wij gaan onze eigen plannen maken, die liggen totaal klaar. We zouden ook al naar buiten kunnen naar seizoenkaarthouders, maar de rest van de Eredivisie is nog niet klaar. Dus ja, dan zit je nu te wachten van wanneer moet dat. Dus ook dat gaat een keer naar buiten komen. Verwacht je van die voetballers ook die 20%? We hebben een staffel gemaakt, want de voetballers, we hebben een smalle top die heel veel verdient. En ook een brede basis. Dus ook jongens, we hebben hele kleine contracten, jeugdcontractjes. Dus wij hebben een soort staffel bedacht waarin we zeggen, nou, de kleinere die hoeven bijna niks of niets in te leveren. En naarmate je meer gaat verdienen, ga je dus de topsalarissen. We hebben een voorstel neergelegd, we gaan er met ze bespreken. Het was een goed gesprek vrijdag. Je hebt al met ze gesproken over inleveren van salaris. Ja. Reageerden ze? Hoe zaten ze erbij? Zij snappen heel goed dat die solidariteit van iedereen wordt gevraagd. En natuurlijk moet je nog ook percentages hebben en kijken of het precies dit is. Want ja, we hebben ook nog premiestelsel, we hebben ook andere zaken. Dat is best wel een complex verhaal. Maar wij zitten, denk ik, op Koningsdag weer met hun om tafel om het volgesprek te voeren. Dus dat is morgen dan? Ja. Maandag? Ja. Ja. En wat zijn je verwachtingen? Komt goed? Ik verwacht dat zij met de signaal die we hebben gekregen, dat dat goed gaat komen. Want als een voetballer zegt, ik heb een contract, zoek het maar uit. Dan heb je geen poot om op te staan, toch? Zo is het. Ja. Iedereen heeft een contract getekend en daar zit juridische grondslag in. Dus het gaat echt om de solidariteit die je zelf moet uitstralen als club en als spelersgroep en als aanvoerders om hiermee akkoord te gaan. Hoe is het trouwens met die voetballers? Ik zei in het begin, ze vervelen zich kapot. Is dat ook zo? Nou, fysiek testen ze. Ze mogen af en toe individueel langskomen. En dan kijken hoe ze voor staan, medisch, maar ook fysiek. Nou, fysiek gaat het hartstikke goed. Geen kilootjes erbij? Nee. Ze zijn qua fysieke gesteldheid en qua conditie, ja, misschien wel beter voor me zo ooit. Alleen ja, we hebben natuurlijk ook 4 weken hebben ze geen bal aangeraakt. En dus alle pezen en spieren en hoe dat aan elkaar steekt, ja, dat is al een issue. Dus dat moeten we wel gaan optrainen weer. Ja, want het is natuurlijk ongekend dat een voetballer zo lang niet voetbalt. Ik denk de meesten in hun leven dat nooit mee hebben gemaakt.
Dus of ze gingen naar het nationale team. En als ze al 3 weken vakantie hadden, gingen ze ook wel eens voetvolley doen op het strand. Dus ik denk dat niemand dit heeft meegemaakt. De honger naar de bal moet vreselijk zijn, Toon. Dat denk ik ook. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja.